Nana, wat is er tussen jou en Mike de Wierik? Mike die is een beetje aan het geinen op het veld. En hij is niet echt altijd serieus. Nee. Maar kan ik wel voor hem gebruiken. Wederhoorpleet? Ja, een beetje ouderen, dus moet kennis. Nou, dan gefeliciteerd man, wat een avond voor jou. Dankjewel, dankjewel. Nou ja, zeker. Ik heb nog mooi 2 doelpunten gemaakt. En het is natuurlijk mooi om hem zo te maken dan. Ja. Wat dacht je? Ik ga gewoon schieten? Ja, nee, zeker. Ik zag de bal. Ik was voor de goal. Een beetje recht voor de goal. Ik dacht, met rechts werd hij geblokt. Kappen naar binnen. En dan een beetje hetzelfde als Heerenveen. Schieten met links. Ja, dat smaakte zo lekker. Je denkt, ik doe er gewoon nog één. Maar dan met het hoofdje. Ja, nee, zeker. Ik ben niet bang om te schieten. Om een initiatief te nemen. Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk kwam het goed. Ben jij gewoon de perfecte rechtsback voor deze club? Nou, dat wil je niet zeggen. Ik heb nog zeker dingen te verbeteren. Maar ik doe mijn ding. Ik probeer zoveel om het team te helpen. En vandaag is dat natuurlijk zo goed mogelijk uitgeholpen. Dus ik ben blij. Ja, want hoe gaat het voor jou dit seizoen? Het gaat natuurlijk met de club niet zo lekker tot vanavond in ieder geval. Jij schommelt een beetje tussen de basis en de bank. Is dat lastig voor jou? Ja, nee, zeker. Ik heb te maken gehad dit seizoen met tegenslagen die ik vorig jaar niet heb gehad. Natuurlijk dingen die er spelen binnen de club, buiten de club. Wat voor dingen dan? We moeten nog op elkaar inspelen. Ik denk dat het grootste probleem bij ons is, dat we nog niet echt aan elkaar gewend zijn. Maar je ziet wat we steeds meer een team worden, dat we steeds meer voor elkaar gaan doen. We blijven bij elkaar. Ook krijgen we tegenslagen zoals zondag. Ik zie dat nu niet het probleem is en dat we gewoon verder gaan met wat we aan het doen zijn. Ja, dan merk je dat er opluchting is binnen de ploeg? Niet zeker. Sowieso altijd opluchting als je 3 punten pakt of als je doorbekert. En dat speelt zeker een grote rol met ons vertrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat ons vertrouwen weg was. Het is nu alleen maar nog groter geworden en op naar zondag. Wie wil je nu treffen in de beker dan? Ik heb niet echt een tegenstander. Ik probeer gewoon door te bekeren. Dus het zou mooi meegenomen zijn als we al favoriet op papier zijn. Vorige keer kost het interview best wel wat geld. Wat kost het vandaag? Vandaag is gratis, want ik heb er nog wel hoop aanhef gekregen op F. Dus vandaag is gratis. Dankjewel. Gefeliciteerd.